Beste mensen, welkom bij het webinar over de inclusieve beweegvriendelijke omgeving. Na twee verkennende bijeenkomsten vorig jaar hebben we in november een succesvol webinar gehad in Zwolle. En nu zitten we hier in Amersfoort en we gaan het hebben over de inclusieve beweegvriendelijke omgeving. Goed, de inclusieve beweegvriendelijke omgeving die we vandaag gaan bespreken, die met diverse voorbeelden gaat over vooral de mensen met en zonder een beperking. De term inclusief kun je natuurlijk voor diverse groepen mensen beschouwen, maar wij spitsen ons hier vandaag op. En wat verstaan wij dan onder een inclusieve beweegvriendelijke omgeving? Meer dan toegankelijkheid. Je ziet hier de verschillende onderdelen van toegankelijkheid, dat slaat meer op de hardware. Maar voor een inclusieve beweegvriendelijke omgeving zullen we ook mensen moeten stimuleren en activeren. Het moet veilig kunnen zijn en het liefst worden mensen betrokken bij het ontwerp van locaties. Dit is onze line-up voor vandaag. Allereerst met Rita van Driel. Vervolgens krijgt u een filmpje zien met burgemeester van Hattem Marleen Sanders. En dan Wouter Schelvis. En Roger Vlugge zal ook in een filmpje te zien zijn. En dan komt Lea van Dongen en we eindigen met Jorren Wemmenhoven. Dus een mooi programma. En dan zou ik willen beginnen met eerst een aantal vragen willen stellen aan de initiatiefnemer Rita van Driel. Rita, ben je daar? Ja. Goedemiddag. Hartstikke leuk dat je er weer bent. Als initiatiefnemer, hè, want je hebt samen met Jorren in Monaco 2 jaar geleden het eerste balletje opgegooid. En heb je een idee dat er al meer aandacht komt voor de inclusieve beweegvriendelijke omgeving? Ja, dat heb ik zeker. En all places in Monaco. Als je het dan hebt over een inclusieve of een exclusieve beweegomgeving, dan is dat daar. Maar dat was een mooie ontmoeting tussen Jorren en mij, waar we elkaar vonden op dit onderwerp. En ja, er is sinds die tijd veel gebeurd. Ik zie dat er veel aandacht is, vooral lokaal ook, maar ook bijvoorbeeld bij provinciale sportorganisaties die ook kennis delen over het onderwerp met buurtsportcoaches. Dus volgens mij is er al veel gebeurd. En kan er nog eigenlijk veel meer gebeuren, zou ik willen zeggen. En heeft dat ook te maken met wat we nu merken, dat in de coronaperiode de mensen meer van de buitenruimte gebruik willen maken? En is dat ook zo voor de mensen met een beperking? Hebben die wel gebruik kunnen maken van die buitenruimte? Ja, we hebben natuurlijk gezien, zeker vorig jaar toen ook alle sport dicht was, dat heel veel mensen naar buiten gingen om te bewegen. En dat iedereen, ook ik, dan ontdekt van, goh, hoe ziet mijn buurtje er eigenlijk uit? Hoe makkelijk kan ik daar bewegen? En, maar ik denk dat dat veel explicieter natuurlijk is geweest voor mensen met een handicap. En je ziet, ik zie het. Ik denk dat mensen er wel gebruik van hebben kunnen maken, maar deels ook onzeker waren over hoe druk het op straat ook was en hoe kwetsbaar natuurlijk de doelgroep mensen met een handicap over het algemeen is. En tegelijkertijd denk ik is het ook heel zichtbaar geworden hoe ontoegankelijk het er soms ook bij ligt. En dat heeft voor een groot deel in eerste instantie te maken met het onderhoud van stoepen plekken waar je zou kunnen bewegen. Ik zie toevallig bij mij hier rond in mijn wijk, daar zit een groot zorgcentrum waar mensen echt nu ook gestimuleerd worden om naar buiten te gaan. Dus er gaan veel mensen met rolstoelen, rollators naar buiten. En vervolgens zag ik een paar weken later dat ze alle stoepen recht aan het leggen zijn, de op- en afritjes weer netjes maken. Dus het helpt wel als mensen ook zelf naar buiten gaan. Maar ik vind het allemaal nogal reactief. En het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, en daar gaat het volgens mij vandaag ook over, dat we veel proactiever gaan nadenken van, goh, wat zouden we met die buitenruimte kunnen doen? Om het wat interessanter te maken, om ook in beweging te komen. En hoe kunnen we de mensen waar we het voor doen ook bij betrekken, om het voor hen ook aantrekkelijk te maken? Want wat ik leuk vind, vinden mensen misschien die het moeten gebruiken of waar we het voor doen, minder leuk. Dus dat is echt van belang. En daar kunnen we nog wel een flinke slag maken met elkaar.
Nou ja, en als je het hebt over het hoe, dan is de samenwerking nodig voor de ruimtelijke en de sociale sector. Hè? Hoe maakt je die connectie tussen die twee sectoren? Heb je daar een suggestie voor? Nou ja, wat ik zelf in ieder geval altijd doe, is beide kanten zeg maar, van het verhaal belichten. Dus als ik met welzijnspartijen praat, dan probeer ik ze daar ook van te overtuigen dat dit ook een belangrijk onderwerp is. Als je het hebt over gemeentelijk sportbeleid bijvoorbeeld, dat ze ook dat het heel goed is om na te denken over de buitenruimte en hoe we dat in kunnen zetten voor ook mensen met een handicap. Dus, en tegelijkertijd is het belangrijk dat we ook met elkaar zorgen dat er dan ook iets gebeurt op die plekken. Want we kunnen het allemaal heel mooi aanleggen en ontwerpen. Maar ik denk dat het van groot belang is om ook te zorgen dat er dan iets georganiseerd wordt. Dus dat er buurtsportcoaches zijn bijvoorbeeld die mensen enthousiast maken. Zodat de mensen het niet zelf hoeven uit te zoeken. Dus ik probeer dat in ieder geval in alles wat ik doe altijd te verbinden. En ik hoop dat we dat op lokaal niveau ook gaan doen. Door dat dus mensen van sport ook eens met mensen van onderhoud gaan praten. En van groen of hoe het ook georganiseerd is. Lijkt me een heel goede suggestie. Jij hebt ook natuurlijk je internationale netwerken. Misschien als laatste vraag. Heb je hele leuke voorbeelden of van landen waar het al goed georganiseerd is of waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen? Poeh, dat is een moeilijke vraag. Ik zie wel dat er, kijk, wij natuurlijk altijd in daar waar bijvoorbeeld de Paralympische Spelen worden georganiseerd, zoals in Tokio dit jaar, dat wij altijd vanuit het Internationaal Paralympisch Comité kijken. Niet alleen naar de toegankelijkheid van de sportvenues zoals die gebruikt worden tijdens de Spelen, maar ook veel meer naar de omgeving en naar hoe het ingezet kan worden. Dus ik zie dat er bijvoorbeeld in Japan ook alweer weer mooie initiatieven zijn ontstaan, maar dat die ook weer gebaseerd zijn bijvoorbeeld op wat wij in Nederland doen met een speciaal kruifkoord bijvoorbeeld. Dus dat is mooi dat wij onze kennis ook weer delen. Andersom heb ik niet echt gewoon echt goede voorbeelden waarvan ik denk van nou, daar zouden we nou nog eens naar moeten kijken. Maar ik ga daar naar op zoek. Nou, dankjewel. We gaan in ieder geval onze lokale voorbeelden vandaag wel zien. Dan willen we beginnen met een filmpje die mijn collega Dianne heeft gemaakt met de burgemeester van Hattem, Marleen Sanders. Zij zal ons laten zien waar je in de openbare ruimte letterlijk tegenaan loopt als je een fysieke beperking hebt. Dus start maar in. Tussen de noordrand van de Veluwe en de IJssel in de provincie Gelderland ligt het pittoreske Hattem. Een stadje dat 12.000 inwoners telt. Burgemeester van Hattem is Marleen Sandersen. Ondanks haar fysieke beperking is sport en bewegen een belangrijk onderdeel in haar leven. Sport en bewegen betekent voor mij persoonlijk heel veel. Ik heb na mijn revalidatie veel gesport. En ben na mijn revalidatie zelfs in het Paralympisch team van Nederland terechtgekomen voor het roeien. En ik heb toen meegedaan aan de wereldkampioenschappen roeien in 2007 in München. En zelfs aan de Paralympische Spelen in 2008 van Beijing. U wilt zich vanuit uw eigen ervaring graag inzetten voor mensen met een fysieke beperking. Zou u daar iets meer over kunnen vertellen? Omdat ik een fysieke beperking heb en af en toe ook in een rolstoel zit, merk je gewoon in de praktijk waar je letterlijk tegenaan loopt. En ik merk ook dat mensen in de gemeentelijke organisatie, als ze met mij op pad zijn, daar zichzelf ook bewust van worden. En daarmee kan ik gewoon met mijn aanwezigheid al best wel een verschil maken. En ik hoop ook dat dat zich doorzet, dat het ook een soort automatisme wordt. Dat als wij beleid maken, maar ook dingen in de praktijk aanleggen, dat mensen zich er bewust van zijn dat een ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn. In hoeverre heeft dit uw blik op een toegankelijke en inclusieve openbare ruimte veranderd? Ja, enorm. Ik was 27 toen ik mijn beperking kreeg. Dus ik heb een leven voor en na. En ja, je wordt je gewoon heel erg bewust van dingen die niet goed geregeld zijn. En in Nederland zijn al heel veel dingen wel goed geregeld, maar we kunnen ook echt nog een hele grote slag slaan. U gaf vrij kort na uw aanstelling aan dat het stadhuis niet de meest toegankelijke locatie is in Hattem.
levert een historische binnenstad zoals Hattem nog extra uitdagingen op wat betreft het inclusief en toegankelijk maken van de openbare ruimte? Ja, zeker, zeker. Hattem is echt een monumentale stad en monumenten blinken niet uit in toegankelijkheid. Ons stadhuis, zoals je ziet, is een aaneenschakeling van oude pandjes met allerlei trappetjes. En voor kinderen is het fantastisch, met oude kerkers en geheimzinnige trappen. Maar voor mij op krukken, verre van handig, om het zo maar te zeggen. Gelukkig heb ik een mooie kamer gevonden. Maar ook in andere monumenten. Ik was een paar weken terug op bezoek in onze dijkpoort. Nou, dat is een trap waarvan ik heb gezegd, die ga ik maximaal één keer per jaar doen. Dat is bijna niet te doen. En om die nou toegankelijk te maken, dan is de afweging, hoe ga je met een monument om en hoe kan je dat mooi doen? Dat vind ik wel een hele lastige discussie. Sommige monumenten zijn gewoon niet toegankelijk te maken. De historische binnenstad van Hattem is onlangs gerenoveerd en beter toegankelijk geworden. Burgemeester Sandersen is tevreden. Zoals je ziet is deze straat net nieuw. Daarmee is deze straat eigenlijk heel erg goed toegankelijk. Waar we nog wel aan werken is om samen met de winkeliers te kijken hoe we ook de uitstraling en de bebording en de uitstallingen nog beter aanpakken. Zodat ook mensen met een blinde geleidestok of een rollator goed hun weg weten te vinden. De toegankelijkheid van de natuur rond Hattem mag wat betreft burgemeester Sandersen nog verbeterd worden. We staan hier aan de Hoenwaard, een van de uiterwaarden van Hattem. Ik vind natuur in het algemeen nog niet echt uitblinken in inclusiviteit. Je ziet wel speciale rolstoelpaden of speciale dit. En mijn uitdaging is om natuur zo te maken dat het voor iedereen toegankelijk is. Hoe zou dit toegankelijker gemaakt kunnen worden? Ja, daar moet je natuurlijk met heel veel mensen naar kijken. Zoals je al ziet is het paadje om het hek heen al niet toegankelijk voor bijvoorbeeld een rolstoel of een rollator. Of in ieder geval heel moeilijk. Dat zou wel beter kunnen. Hoe kunt u hieraan bijdragen vanuit uw rol als burgemeester? Ik merk dat op veel plekken mijn aanwezigheid al veel ogen opent. Daarom zou ik ook echt als tip mee willen geven. Betrek ervaringsdeskundigen bij plannenmakerij. Laat ze gewoon kijken naar wat je aan het doen bent en gewoon uitproberen. Zodat je kan zien tegen welke drempels en obstakels mensen aanlopen. En als je dat aan de voorkant doet, dan kan het echt in de uitvoering enorm veel schelen. Er zijn allerlei groepen die daar schouwen willen doen. Maar ook niet alleen in de praktijk, maar ook bij plannenmakerij al, met schetsen. Kijk of paden toegankelijk zijn of het slimmer kan. Mooi om te zien hoe een ervaringskundige nu aan het roer staat om de veranderingen door te voeren. Dan gaan we van Hattem naar Breda als we connectie gaan vinden. Wouter Schelvis werkt voor de gemeente Breda bij Breda Gelijk en dat al bijna 40 jaar bezig voor inclusie en toegankelijkheid. Zijn opdracht voor Breda Gelijk is vooral inclusie en toegankelijkheid voor de buitenruimte en openbaar gebouwen te vergroten. Goedemiddag allemaal, ik ben Wouter Schelvis. Ik werk bij Breda Gelijk in het mooie Breda, bijna zo mooi als Hattem. Ook wij hebben veel historische panden. En Breda heeft wel een aantal zaken in het verleden op het thema historiciteit en toegankelijkheid inmiddels verricht. Dus wie weet kunnen we ooit een leuke twinning maken met de prachtige gemeente Hattem. Lijkt me uitstekend. Er is overigens ook een goede roeivereniging. Dus we kunnen met de burgemeester ook in Breda gaan roeien. Ik ga even een klikje verder doen. Dan komen we bij een plaatje waarbij de burgemeester van Breda samen staat met diverse mensen met beperkingen in de ooit mede door het College van de Rechten van de Mens opgezette actie Breda doet mee. En Breda doet nog steeds mee. En de mensen met een beperking in Breda, die zijn ook zeer betrokken bij de ontwikkeling van alle inclusiviteit in de stad. Heel vaak wordt gevraagd, is dat dan voor een ieder? Zoals eigenlijk de voorzitter in het begin al zei, wij beperken ons voorlopig nog even vooral tot mensen met een beperking. Overigens doen we dat wel heel breed. Het is dus meer dan alleen hier op de foto ook weer te zien, klassieke rolstoel en geleidehond en blindenstok. Het gaat een stuk verder dan dat. Het gaat ook over mensen laaggeletterdheid, autisme, mantelzorg en niet aangeboren hersenletsel. Maar dat is eigenlijk allemaal toch nog wel te vangen in het thema met een fysieke beperking.
In Breda zijn twee platforms. Er is een koepelplatform dat heet Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk. Het leuke van de inclusiviteit is dat de voorzitter van dit platform ook voorzitter is van het Mondiaal Centrum, waardoor we ook een link hebben met vluchtelingenwerk, met statushouders en anderen. En een van de belangrijkste partners in dat grotere platform Breda voor iedereen is Breda Gelijk, het lokale gehandicapte platform. Met deze toch redelijk unieke naam, want Breda Gelijk staat voor dat stoepen en straten gelijk moeten liggen. Dat een ieder gelijk is en dat het wel ogenblikken, maar dus wel meteen nu, dus wel gelijk moet gebeuren. Dat zijn de drie uitgangspunten van het platform Breda Gelijk. Een kleine organisatie die in de stad Breda toch behoorlijk aan de weg timmert met ontzettend veel goede en gemotiveerde vrijwilligers. Breda voor iedereen, het grote koepelplatform, is eigenlijk sinds 2015 actief. Is opgericht uit, uit een soort ondernemersactie, waarbij de toeristenbelasting van de gemeente Breda is omgezet in voorzieningen voor mensen met een beperking. Dat geeft straks ook het linkje naar het hoofdspoor vrije tijd en sport, wat in Breda toch eigenlijk heel erg bovenaan staat. Maar de samenwerking tussen de vier O's, zoals op scherm getoond, overheid, ondernemers, overigens zijn de ondernemers gestart met het geheel, het onderwijs en de verschillende organisaties, waaronder Breda Gelijk. Die samenwerking is redelijk briljant en dat is niet alleen in Breda opgevallen, maar dat is ook op meerdere plaatsen opgevallen. En daardoor is er een behoorlijke prijzenkast gevuld. Dat klinkt allemaal heel stoer en prachtig. En het blinkt een beetje, maar het is wel een feit dat we in 2018 in Breda de Broeder Tuck Award hebben gewonnen. Dat is een prijs die wordt gegeven door de mensen die in de beweging, iedereen en anderen, dus mensen met een beperking zelf zitten. In 2019 werd voor het eerst de Nederlandse stad winnaar van de Access City Award, de prijs voor de meest Europees toegankelijke gemeente. En niet veel later won Breda ook de Smart Tourism Award, dat is de Een prijs voor de beste toegankelijkheid rond toerisme en recreatie. Allemaal prachtig en wel, maar ik heb er ook nog wel last van af en toe dat mensen zeggen, ja, ik kom aan op dat station en ik breek mijn nek over die kinderkopjes bij jullie. Hoe kan dat nou, de meest toegankelijke gemeente van Europa, bla bla. Maar de prijs, de Access City Award, is ook niet gewonnen vanwege de best platgelegde kasseien. Overigens is dat wel gebeurd. En de mooiste geleidelijn is gewonnen op basis van deze samenwerking. Toerismeprijs is met name ook gewonnen omdat Breda enorm veel werk maakt van inkomend toerisme en daar probeert ook van meet af aan een inclusieve aanpak in te hanteren, waarbij vrije tijd en sport, zoals gezegd, enorm hoog staan. Plaatje links voor de Vuelta was van verleden jaar en is nu alweer voor volgend jaar, want dan komt deze wielerronde wel naar Breda. En dan wordt er ontzettend veel aandacht geschonken aan verschillende delen langs het parcours. Niet alleen beweegvriendelijk voor mensen die mee willen doen, maar ook bijvoorbeeld prikkelarm voor mensen die juist weer wat last hebben van de enorme drukte. En daarnaast zijn wat voorbeelden te zien van jeugddagen bij NAC Breda. Dat is een wat minder sportief hoogtepunt op dit moment. En daaronder zijn er wat plaatjes van de atletiekvereniging Sprint, die al vanaf de jaren 80 bezig is met beweegvriendelijke sport en ruimte aan te bieden. Er zijn goede voorbeelden in de stad. Wordt goed gekeken naar toerisme en meedoen, een toegankelijke rondvaartboten. Rechtsonder, ik weet dat ze ook aanwezig is, Ilse van der Put. Nou is dit plaatje niet in het Masbos, in het Spilbos, maar wel in Oosterwijk gemaakt. Wordt enorm veel aandacht besteed aan de toegankelijke natuur in en rond Breda. Breda wil zich ook graag afficheren als een stad in een park. En rechtsboven is het minst mooie plaatje, maar is wel een van de voorzieningen waar heel veel aandacht aan besteed wordt, ook bij beweegvriendelijke ruimte, de mogelijkheid om gewoon naar het toilet te kunnen gaan. Wat bedoelt u is niet om aan te geven dat ik het niet meer snap, maar om aan te geven dat ook juist voor mensen die laaggeletterd zijn proberen heel veel te ontsluiten. Als er één ding is waar Breda nu heel veel werk van gaat maken, is dat ze willen laten zien hetgeen aanwezig is. Samen met Breda Marketing, zeg maar voormalige VVV, worden nu alle voorzieningen die er zijn, zowel op sport, spel en speelgebied, worden goed in websites ontsloten via de Ontmoet Breda site, kan iedereen dan ook alles vinden wat nodig is. Want daar ontbreekt het nog vaak aan. Er is best veel, maar als je het niet weet, wordt er geen gebruik van gemaakt. De plaatjes daartussendoor zijn ook weer wat meer sportief gericht, maar dat geven ook een beeld van de energie die in Breda gestoken wordt in het samen sporten en de inclusieve aanpak daarvan. Heel belangrijk nieuws, dat is nog maar een maand geleden. En dat heeft alles te maken bijvoorbeeld ook met een geweldig goed onderzoek wat is gemaakt
door Charlotte Noorloos van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Zij studeert sportgezondheid. Een onderzoek gedaan naar beweegvriendelijke ruimte. In Breda is ook van binnenuit heel hard gewerkt. Mede ook door voormalig collega Ilse van der Put met haar Empowerment by Playing. En andere mensen die binnen de gemeente hebben gewerkt aan het tot stand komen van meer bewustwording door de mensen van de afdeling zelf mee te laten spelen. Mensen zelf te laten kennismaken met allerlei voorzieningen in de stad. En alles bij elkaar heeft dat geleid tot een raadsbrede aanpak, ook opgetekend in een manifest, om vanaf volgend jaar in iedere wijk, en dat betekent dat ook de randgemeenten Bavel, Ulvenhout, Prinsenbeek en Teteringen, ook overal een goede, inclusieve samenspeelplek gaan krijgen. Wat de burgemeester in het filmpje net ook aangaf, gebeurt in Breda ook. Er wordt nothing about us without us gepredikt. Ja. Dus veel mensen met een beperking zitten gewoon aan tafel als het erom gaat, als er nieuwe plannen worden gemaakt. In Breda is zelfs gekozen om dit te formaliseren in de vorm van zogenaamde batsen. En een bats is niet anders dan een Breda's of een buitengewoon ambtenaar toegankelijke samenleving. Mensen met een beperking die meewerken vanuit het stadskantoor om te werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving. Dat kan gaan over oversteekpunten, over parkeervakken, maar dat gaat in Breda, zoals gezegd, heel vaak juist over sport, spel, natuur en inclusie die daar als een saus overheen wordt gegoten. Het manifest is overigens aangenomen door alle politieke partijen in Breda. En daar hebben we geen batsen, maar daar zitten zogenaamde patsers. En dat klinkt heel fout, maar het staat voor politiek ambtsdrager toegankelijke samenleving. En iedere politieke partij heeft iemand naar voren geschoven die mee wil werken aan een betere, inclusieve samenleving. Zij hebben dat manifest omarmd en door dat manifest is onlangs in oktober ook uitgesproken dat in Breda iedere wijk een inclusieve samenspeelplek gaat krijgen. Dit is eigenlijk een beetje het laatste en belangrijke nieuws. Goede voorbeelden zijn er genoeg en het mooiste voorbeeld is Boerderij Wolfslaar. Wat ik, naar ik verwacht, volgend jaar graag zou willen aanbevelen als puntbestemming voor iedereen die nu mee zit te kijken. Want dat wordt echt een pareltje van een inclusieve beweegtuin. Daar wordt sport, spel, natuur, kinderen met, kinderen zonder en ouders en opa's en eromheen wordt volledig voorzien van alles wat je nodig hebt om te komen tot een goed voorbeeld waar iedereen naar kan komen kijken. Het is een gemeentelijke kinderboerderij waarbij kinder tussen haakjes staat. En ik ga ervan uit dat dit volgend jaar echt een prachtige locatie gaat worden. Mochten daar nog middelen voor nodig zijn die niet voorhanden zijn, dan is er vanuit Breda gelijk ook een zogenaamd toegankelijkheidsfonds, waarmee we ook op andere plaatsen vanuit de gemeente kleine fondsbedragen kunnen investeren, waardoor sommige dingen net even wel gerealiseerd kunnen worden. Dat kan voor tuinen, dat kan voor sportgelegenheden. En zo proberen we in Breda echt de status van een prijswinnende gemeente waar te maken. Dat was mijn bijdrage. Dankjewel Wouter. We hebben een vraag uit de chat. Mijn collega Dianne zal die even aan jou stellen. Ja, dat klopt. Er is een vraag van Erik en hij vraagt: wat zijn kleine ingrepen die de meeste gezondheidswinst opleveren voor mensen met een beperking? Kleine ingrepen? Ja. Ik denk dat heel veel kleine ingrepen qua gezondheid al zijn, dat je in ieder geval naar buiten kan en dat je ergens rustpunten hebt en de toegankelijkheid ernaartoe in kaart moet brengen. Maar ik denk nogmaals, het belangrijkste is dat waar er goede voorzieningen zijn, dat dat ook duidelijk naar buiten gebracht moet worden, waardoor het helder moet zijn dat wat er is ook geschikt is. En ik kom nog heel veel op plaatsen waar hele goede voorzieningen zijn waarvan niemand iets weet, die daarna verslonzen. Het kan gaan over toiletten die dan volgestopt worden met oud papier, maar dat gaat ook over speeltuinen en speelplaatsen waar je dat gewoon niet goed van weet, waardoor je een mismatch krijgt tussen hetgeen er is en hetgeen mensen zoeken. Dus ja, en kleine voorzieningen. Ik denk dat vooral daarin in gezocht moet worden, dat je gewoon heel erg duidelijk moet uitdragen hetgeen er is. En als daar bijvoorbeeld op websites iets voor gemaakt moet worden, dan is dat tegenwoordig een relatief kleine voorziening, ook al als je het zou willen ontsluiten voor mensen die niet goed kunnen lezen. Dankjewel Wouter. Er valt op dit gebied dus veel te beleven in Breda. Mooie de uitnodiging die je aan iedereen stuurt, dus we komen een keer kijken. Gelukkig zijn er nog meer gemeenten die aandacht besteden. En dit jaar is de gemeente Stijn uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente in Nederland.
Roger Vlugge kon vandaag er niet bij zijn, maar we hebben het opgenomen. En we gaan nu naar zijn presentatie. Hallo allemaal, mijn naam is Roger Vlugge. Ik ben projectleider ruimte bij de gemeente Stijn. De gemeente Stijn is zoals u rechts ziet gelegen in het zuiden van Limburg. Iets boven Maastricht en ten westen van Sittard. En zoals u wellicht weet is gemeente Stijn gekozen recent tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. En ik ga u daar iets over vertellen in het kader van de openbare ruimte. Maar voordat ik iets vertel over de openbare ruimte wil ik u ook voorstellen aan de werkgroep Inclusie. Dat zijn de personen die op deze foto staan weergegeven. Deze werkgroep die pakt samen met de gemeente alle vraagstukken die te maken hebben met inclusie en toegankelijkheid op. En dan moet u heel breed denken, niet alleen in de openbare ruimte, maar ook gebouwen, website en dergelijke. De werkgroep inclusie is heel actief binnen de gemeente Stijn. Zo hebben ze onder andere bewustwordingsdagen georganiseerd voor inwoners en ook voor ambtenaren. Tijdens die dagen laten ze mensen ervaren hoe het is om te leven met een beperking. Wat ze in het dagelijk leven tegenkomen. Bijvoorbeeld als ze met een rolstoel op pad gaan. Of als ze slechtziend een website moeten bezoeken. De dingen die ik geleerd heb tijdens de bewustwordingssessie probeer ik zoveel mogelijk in mijn dagelijkse werk toe te passen. Zoals ik al eerder zei ben ik projectleider ruimte. Ik hou me met name bezig met de voorbereidingen en uitvoering van herinrichtingen binnen de gemeente Stijn. Tijdens dat hele proces betrekken wij ook vanaf het begin af aan ook de werkgroep inclusie. Dus als we tekeningen hebben, dan laten we het meekijken. En ook in de uitvoering, als we dan gaan evalueren, dan bekijken we ook wat voor verbeteringen in de toekomst toe te passen. Een ander mooi voorbeeld van de werkgroep inclusie is het beoordelen van de bestaande infrastructuur. Niet alle infrastructuur is natuurlijk recent aangelegd. De meeste infrastructuur die ligt er al best lang. En in het verleden werd er gewoon minder aandacht besteed aan minder valide mensen. En op basis van de waarnemingen van de werkgroep kunnen we gericht, als er onderhoud nodig is of als er eigen knelpunt is, direct in actie komen om het voor de minder valide toegankelijker te maken. Persoonlijk vind ik dit eigenlijk wel een van de mooiste voorbeelden. Dit is een foto van het natuurgebied Het Brook. Daar loopt een vlonderpad doorheen. Daaronder een moeras, dus dat is niet echt handig om te lopen. Zelfs niet als je heel mobiel bent. Alleen dat vlonderpad dat was ook best slecht te bereiken. Of slecht, met een rolstoel kwam je er helemaal niet. En dankzij de werkgroep inclusie hebben we toch met een aantal kleine aanpassingen dit pad bereikbaar gemaakt voor rolstoelen. Zodat ook mensen in de rolstoelen kunnen genieten van dit mooie natuurgebied. Een ander recent voorbeeld is op deze foto te zien. Dit is een foto van het nieuwe winkelcentrum in Stijn. En dankzij de inspanningen van de werkgroep inclusie zijn overal blinde geleidelijnen toegepast. Zodat ook mensen met een visuele beperking hun weg in het winkelcentrum goed kunnen vinden. Tot slot nog een voorbeeld van een stemhokje waarin visueel beperkte mensen hun stem alleen kunnen uitbrengen. Deze stemhokjes hebben we de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen toegepast. Dat zullen we ook binnenkort bij de gemeenteraadsverkiezingen ook weer gaan toepassen. Zodat mensen met een visuele beperking goed alleen kunnen stemmen. Ik hoop dat ik u met deze hele korte presentatie een beetje een beeld heb kunnen geven wat wij bij de gemeente Stijn allemaal doen op het gebied van toegankelijkheid. Mocht u nog vragen hebben, want ik ben helaas zelf niet live aanwezig, dan kunt u via de organisatie, die hebben mijn mailadres, kunt u die vragen stellen. Bedankt voor de aandacht. Nou, dat was een korte presentatie van de meest toegankelijke gemeente van Nederland 2021. We hebben nu drie voorbeelden gemeenten gezien, Hattem, Breda en Stijn. En we willen graag, voordat we naar het proceskant van inclusief ontwerpen gaan, een aantal vragen aan jullie stellen. Dus dat doen we via de Mentimeter. Misschien dat jullie je telefoon erbij kunnen pakken en www.menti.com gaan zoeken. En dan is het code. Oh, die is veranderd, zie ik. De code staat bovenin. 18170456. Ik herhaal. 18170456.
En de vraag is, is er op dit moment voldoende aandacht voor inclusiviteit in jouw eigen organisatie of bij jouw eigen werkzaamheden? Ik ben heel benieuwd. Want we kunnen prijzen uitreiken aan bepaalde gemeenten, maar het is beter als het hele land actie onderneemt en het inclusief ontwerpt. Nou, het ziet er al vrij positief uit, het beeld. Er zijn al 6 mensen die zijn overtuigd dat het heel goed gaat, maar de meeste, daar kan het beter. Hoeveel mensen hebben we in totaal? 32. Nou, 2/3 van de mensen hebben al iets kunnen invullen. Is het duidelijk zaak dat we er nog meer aandacht aan gaan besteden. Maar die 8 goede gemeenten die mogen zich melden. Daar zijn we zeer geïnteresseerd in. En zeker ook de plekken. Hè. Breda noemden ze juist een pareltje wat bij hun in ontwikkeling is. En als je met deze open vraag, als jullie op het Intimentimeter ook een voorbeeld kunnen noemen van die inclusieve werkplek. Sorry, inclusieve plek of inclusieve locatie. Dan zien we dat heel graag, ja. Dus eventjes de naam van de plek en de locatie, de gemeente, er even toevoegen. Want, ja, je kunt het gewoon intikken. Dus je hoeft niks aan te wijzen. En wij zijn namelijk gewoon op zoek naar goede plekken. En dan kunnen we dat eventueel opnemen in onze artikelen en andere mensen daar mee inspireren. Dus als je goede plekken weet, schrijf het in die Mentimeter. En dan gaan wij alvast proberen contact te leggen met Lea van Dongen. Die werkt bij Jantje Beton en is programmaleider bij de Nederlandse Unie voor Speeltuinorganisaties. Zij zal vandaag inzoomen op het ontwerp en het proces van inclusieve speeltuinen. Hebben we al contact met Lea? Nou, ik zie in ieder geval een aantal leuke voorbeelden. En eentje nee, helaas. Kijk, daar hebben we Lea. Geluid van Lea? Goed. Lea, jij gaat inzoomen op het ontwerp en het proces van de inclusieve speeltuinen. Wat kun je ons daarover vertellen? Floor is yours. Ik heb een korte presentatie. Eerst even kort over wie Jantje Beton en Nuzo zijn. Wij werken sinds 2015 samen, voor wie de organisaties kent. Ik zit even, ja, hij doet het. Nou, veel van jullie zullen Jantje Beton kennen. Dat is het goede doel dat zich al meer dan 50 jaar inzet voor kinderen en jongeren. En dan voornamelijk op het gebied van speelruimte en speelkansen. En Nuzo is eigenlijk de vereniging die daarbij aangesloten is en zich bezighoudt met de speeltuinen in Nederland. Dit zijn voornamelijk beheerde speeltuinen, dus niet speelplekjes zoals we dat in veel gemeentes kennen, maar echt speeltuinen met een vrijwilligerscommissie daarboven en die dat echt als organisatie runnen. Dus dat is even goed vooraf. Nou, wij zijn vanuit Jantje Beton en Nuzo zijn wij veel bezig met inclusief spelen.
Samen met het gehandicapte kind zijn wij betrokken bij het samenspeelnetwerk. En daar zal ik zo nog even verder op ingaan. Maar hier even vier korte punten over hoe je een speelplek nu inclusief maakt. Nou, eigenlijk punt 1, dat is een onderdeel wat wij van het gehandicapte kind en de speeltuinbende hebben gekopieerd. Dat is eigenlijk wat zij zeggen is, ja, je moet je als kind en de ouders daaromheen 100% welkom voelen. 70% moet toegankelijk bereikbaar zijn en 50% bespeelbaar. Dus daar zie je eigenlijk direct ook dat wat veel mensen denken, ook onder onze eigen leden, is oké, ik pas dus eerst zo'n speeltuin helemaal aan. Ik zorg dat daar genoeg toestellen staan waar verschillende kinderen mee kunnen spelen. En dan is het klaar. Maar wat eerder ook gezegd werd en wat wij zelf ook merken, is dat dan veel speeltuinen er uiteindelijk achter komen dat ze dus die aanpassingen hebben gedaan. Maar dat de kinderen met een beperking zich wellicht helemaal niet welkom voelen. En daarom vind ik dit altijd een hele goede als uitgangspunt van de speeltuinbende om aan te houden. Dat dat welkom voelen eigenlijk het allerbelangrijkste is. En dat gaat in dat samenspeellandschap, daar bedoel ik mee dus ook de cultuur, hè, de cultuur van samenspelen. Dus niet per se een apart stukje inrichten voor kinderen met een specifieke beperking en een apart gedeelte in de speeltuin waar kinderen zonder beperking dan kunnen spelen. Maar dat je echt zorgt voor een samenspeeltuin. Net in Breda al mooie voorbeelden gehoord. Eigenlijk door het hele land werken wij nu ook aan de mogelijkheid om in iedere gemeente in ieder geval zo'n samenspeeltuin te realiseren. Nou, naast die cultuur heb je natuurlijk altijd speelaanleidingen. Zoals je hier onder op het plaatje ziet, dan hoeven dat dus ook zeker niet altijd ingewikkelde toestellen te zijn. Die zijn heel erg leuk en mooi, maar kunnen ook losse materialen heel erg zorgen voor leuke speelaanleidingen. Maar gaat het dus in de basis echt om zorgen voor dat die cultuur goed zit. Hè? Dus dat mensen zich welkom voelen. En dat ook ouders die een kind hebben met een beperking echt het gevoel hebben dat ze welkom zijn. En dat er ook met de mogelijkheden die er zijn binnen de speeltuin gewoon gekeken wordt hoe jouw kind al kan meedoen. En dat is vaak al belangrijker dan dat er dus tientallen toestellen zijn waar je kind dan op kan spelen. Nou, dan hebben we als punt nog die basisvoorzieningen. Dat is iets wat net ook genoemd werd over bijvoorbeeld toegankelijkheid van paden. Maar ook een aangepast toilet, bijvoorbeeld een parkeermogelijkheid. Dat zijn natuurlijk wel basisvoorzieningen die enorm handig zijn om zo'n plek überhaupt toegankelijk te maken vanaf de start. En als je er dan vervolgens bent, dan kun je dus doorpakken met echt die samenspeelplek creëren. Dan is het ook nog eens goed om natuurlijk te kijken naar de verschillende beperkingen die er zijn. Zoals je op dit plaatje ziet, zijn het dan toevallig twee kinderen in een rolstoel. Maar soms is het minder zichtbaar. Hè? Zijn het ook kinderen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking? Sluit het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar kijk ook vooral, of let er vooral op dat je ook kijkt naar verschillende beperkingen. En dus niet de meest zichtbare. Zorg dat dat geregeld is en dat er voor kinderen bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking die wellicht gewoon het lichaam hebben van een volwassen mens eigenlijk niks is om te doen in de speeltuin. Maar daar heb ik dadelijk wat leuke voorbeeldjes van. Dan zoals aangegeven wat voorbeelden uit de praktijk. Wat hier leuk is om te zeggen is, we krijgen vanuit de NUSO en Jans Beton vaak verschillende vragen over inclusief spelen, maar ook wel van onze leden soms te horen dat het ook op veel punten nog wel misgaat. Hè? Dus dat er een duur toestel, waar ik het net over had, wordt aangeschaft met een bepaald doel.
recent nog een voorbeeld van een toestel wat dan was aangekocht voor kinderen in een rolstoel. Waarmee zij zeg maar op een soort afdakje konden rijden en daar dan allerlei dingen aan de wand konden bedienen. Dus dat was geleverd en kon eigenlijk in gebruik genomen worden. Maar vervolgens waren zeg maar de spelletjes die aan de wand hingen, waren dus te hoog geplaatst. Waardoor de kinderen die in een rolstoel op de verhoging waren gereden, daar wel konden komen. Maar vervolgens nergens meer konden spelen. Ja, dat zijn jammere gebeurtenissen. Maar goed, dat is ook een kwestie van samen verbeteren en samen leren van de voorbeelden die soms misgaan. Maar vooral ook kijken naar hoe kunnen we bepaalde dingen soms juist wat simpeler aanpassen, zodat het wel werkt voor iedereen. Nou, daar ga ik een paar voorbeelden van laten zien. Dit zijn wat projecten die wij dus in de praktijk zien, waar we van kunnen leren. Op het eerste plaatje zie je dus twee kinderen, waarvan de een door de fluisterpaal praat en de ander terug zou willen praten of in ieder geval horen. Maar die paal staat dus heel leuk bij het pad, maar net te ver weg, zodat het kind in de rolstoel er niet bij kan. Omdat die en te hoog is en net te ver weg staat. Nog zo'n klassieker is de schommel op het zand. Dus de ouder in kwestie die moet een heel stuk lopen om zijn of haar kind naar de schommel te dragen. Nou, dit zijn ook van die voorbeelden. De hoogte van de watertafel en de ondergrond. Hè? Dus zoals je ziet op het plaatje is het kindje rechtsboven. Die kan eigenlijk niet meespelen, want de watertafel is te hoog. En aan de linkerkant zie je een kind wat ook daar niet mee kan doen, omdat de ondergrond zand is en hij daar dus niet bij kan komen. Eigenlijk juist leuke voorbeelden die vrij makkelijk toepasbaar zijn. Want zo'n watertafel of zo'n zandtafel, ja, dat hoeft de wereld niet te kosten qua investering. Maar dan vraagt het wel even meedenken over, kan de doelgroep er dan dus ook gebruik van maken? En daarin is het altijd slim, dat raden wij onze leden ook altijd aan, om te kijken of de speeltuinbende met je mee kan denken. En uiteindelijk de speeltuin ook kan testen als het zover is. Dan aan de rechterkant nog een voorbeeld van kleine skelters. Veel speeltuinen die hebben fietsjes, skelters, noem maar op. Maar die hebben die dan voornamelijk voor kinderen tot 10, 12 jaar. En veel kinderen met een verstandelijke beperking vinden dat ook hartstikke leuk. Maar kunnen dus op deze manier niet meedoen, want die zitten opgepropt in een te klein voertuigje. Dus dat zijn even gewoon wat simpele tips van dingen die je eigenlijk redelijk makkelijk zou kunnen aanpassen. Dan hebben we hier wat leuke voorbeelden. Hè? Zie je veel rijdende voorbeelden. Dus een skelterbaan inderdaad, waar zowel rolstoelen ook tussen kunnen rijden. Veel speeltuinen hebben ook losse rolstoelen staan, zodat ook kinderen die niet in een rolstoel zitten, ook met een rolstoel over de baan kunnen. Een skatebaan, volgens mij is dit Ettinger Park ook in Zutphen. Werd net ook als mooi voorbeeld genoemd. Daar heb je dus ook wat meer uitdaging voor kinderen in een rolstoel. En eigenlijk is een verkeerstuin, wat bij veel speeltuinen opgezet is, ook om kinderen wegwijs te maken in het verkeer, is ook zo'n leuk voorbeeld van waar iedereen mee zou kunnen doen. Dan nog even de zand- en watertafel, zoals we net noemden. Maar wat ik zelf ook een heel leuk voorbeeld vind, die kwam ik laatst tegen, dat is het blote handen- en voetenpad in Jeugdland in Amsterdam. Die hebben net een gedeelte nieuw in de speeltuin ontwikkeld. En daar zie je dus ook, dit meisje rent daarnaast, maar die zou er dus overheen kunnen rennen over het pad. Maar hier zie je dus ook iemand in een rolstoel die het met haar handen ook kan ervaren. Dus dat zijn eigenlijk wel simpele voorbeelden van wat je
redelijk makkelijk ook in een openbare ruimte kan doen, maar waardoor je toch spel stimuleert en niet alleen voor kinderen zonder beperking. Oh, eentje terug. Nou, dan denk ik goed om aan te geven op het gebied van spelen. Waar kun je dan terecht hè, voor meer informatie over samenspelen? Nou, sowieso bij ons, bij de NUZO, speciaal voor speeltuinverenigingen. Hebben die vragen, dan helpen we ze altijd graag. Ook overige andere mensen mogen ons natuurlijk benaderen. Maar wij hebben de meeste kennis en voorbeelden vanuit verenigingen. Dan is natuurlijk het samenspeelnetwerk met Jantje Beton en het gehandicapte kind is live. Daar staan ook richtlijnen in, dus ga daar vooral naartoe. Dan is er het document wat wellicht veel mensen kennen door Ilse van der Put ook opgesteld. VNG Samenspelen, die link vind je ook hieronder. En dan goed om aan te geven is, dat werd mij ook heel erg verteld toen ik begon. Met ook de expertgroep inclusief spelen. Ja, doe ook je onderzoek en probeer ook te kijken of je in kan leven in de doelgroep. Dus hier nog een videootje wat men later zelf kan bekijken. Dat was hem. Dankjewel, Lea. Ik heb nog wel een vraag voor je. De gemeente Leiden is afgelopen week door Jantje Beton uitgeroepen tot de meest speelvriendelijke gemeente. Mede doordat er aandacht is voor inclusieve speeltuinen. Heb jij een idee, of kun jij iets toelichten wat zij zo goed doen? Het is wel leuk om te vertellen dat die prijs, daar waren dus een aantal gemeentes voor geselecteerd. Maar dat was uiteindelijk, is dat mede door een kinderjury gekozen, hè, welke gemeente dat is geworden. En dat is dus uiteindelijk Leiden geworden. Zij hebben dus binnen de speeltuinverenigingen hebben zij een aantal speeltuinen die zich hard maken voor inclusief spelen en dat ook zo goed mogelijk proberen door te voeren. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En ook in de speelplekjes in de gemeente. Ook daar werken zij hard aan om daar zoveel mogelijk inclusief te zijn. Dus het is een beetje een combinatie van zowel de openbare ruimte als in Leiden heb je dus heel veel speeltuinen die echt onder een vereniging vallen waar ook veel aandacht is voor samenspelen. Oké, nou dankjewel voor je bijdrage. We gaan nu van de inclusieve speeltuin, hoe je die realiseert, naar wat is er nodig om inclusieve openbare ruimte creëren. We gaan naar Jorren Wemmenhoven. En die gaat ons vertellen over welke aanpakken en tools er zijn om een andere manier van denken en doen vorm te geven. Jorren, ga je gang. Goedemiddag. Het werd net al even verteld door Rita. Net voor corona ons liet zien hoe verbonden we met elkaar zijn. Dat hoewel we enorm van elkaar verschillen, we uiteindelijk allemaal met eindigheid en beperkingen te maken hebben, kwamen Rita en ik elkaar tegen op een plek waar je met geld alles voor elkaar lijkt te krijgen. Monaco. En we waren allebei apart uitgenodigd om een presentatie te geven over de kracht van sport. En ik was gevraagd om wat te vertellen over het thema Sport for Global Happiness. Een doelstelling die me, hoewel ik in dit leven niet over een gebrek aan geluk mag klagen, nogal ambitieus leek. Het hoogtepunt van de reis was in elk geval de ontmoeting met Rita en de plannen die daaruit voort zijn gekomen, waaronder dit webinar. En gelukkig, dank Jeroen en het kenniscentrum om daarin samen op te kunnen trekken. Vandaag wil ik even kort ingaan op hoe ambitieus we eigenlijk zouden moeten zijn op dit thema en hoe we samen een nieuwe toekomst kunnen creëren. Het ontwerpen van inclusieve buitenruimte krijgt de laatste tijd gelukkig steeds meer aandacht. Liever laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Mijn liefde voor goede publieke ruimte is eigenlijk ontstaan in Rosario in Argentinië. De stad van Che Guevara en Lionel Messi. Je mag je favoriete speler zelf kiezen. En de stad waar ik 17 jaar terug een stichting heb opgericht, waarmee we jongeren helpen aan een betere toekomst. Elke zondag sluiten ze er de grootste straten af voor auto's.
En is het eigenlijk weer aan de voetgangers, skaters en fietsers om van de op de auto herwonnen ruimte te genieten. Het effect van deze eenvoudige ingreep is echt ongelooflijk. Waar je normaal gesproken alleen maar herrie van de iets te enthousiast klaksonerende mensen hoort, zijn het opeens de vogels die het hoogste lied fluiten. En waar eerst het recht van de sterkste geldt, zie je mensen op leeftijd lopen. Families, zijn er tandems en rolstoelen waardoor iedereen mee kan doen. De eerste stap naar een betere wereld is realiseren dat het anders moet. Vaak heb je een verrassend gesprek nodig in Monaco bijvoorbeeld, of een ervaring in Rosario. Of heb je misschien iemand in je familie die niet mee kan op plekken waar dat recht van de sterkste geldt. Helemaal frictieloos samenleven in de stad is natuurlijk onmogelijk. Maar hoe we publieke ruimte vormgeven laat veel zien van de waarde waar we als gemeenschap voor staan. En als we echt staan voor een samenleving waarin iedereen mee kan, dan is het maar de vraag of we momenteel wel ambitieus genoeg zijn. Moeten we naast realiseren dat het anders moet, niet ook met overgave werken aan hoe het anders kan. Als we Dat klopt, ik ga die zo delen. Moeten we naast realiseren dat het anders moet, niet ook met overgave werken aan hoe het anders kan. Dus als we niet durven dromen van een radicaal andere toekomst, dan komen we niet heel veel verder dan kleine updates. Hier en daar wat gelijkvloers, zodat een rolstoel geen te hoge stoep tegenkomt, dat soort dingen. Het woord toegankelijkheid klinkt logisch, maar is ook problematisch. Het gaat uit van de toegang tot het normaal door een groep die daarvan is uitgesloten. Maar wat als dat normaal eigenlijk nog heel veel te wensen overlaat? Als dat systeem zelf al niet uitgaat van echte kwaliteit van de leefomgeving, van het geluk van alle bewoners. De Nederlandse journalist en historicus Jan Romeijn schreef in zijn essay De Dialectiek van de Vooruitgang in 1937 al over de wet van de remmende voorsprong. Of in het Engels, The Law of the Handicap of a Head Start. De wet stelt dat een voorsprong op een bepaald domein vaak leidt tot weinig stimulans om verdere verbetering of vooruitgang op te zoeken. Daardoor wordt men vroeg of laat voorbijgestreefd. De echte handicap is dus het denken dat wat nu de realiteit is ook het best mogelijk is. Moeten we wel toegang tot een niet duurzaam systeem willen? Of moeten we uitgaan van de wet van de stimulerende achterstand? We weten al lang dat inclusieve publieke ruimte zorgt voor balans in de samenleving. Het is niet slechts iets waar zij die momenteel niet mee kunnen doen recht op hebben. Zij zijn wij. En als wij als samenleving vooruit willen, dan kan dat alleen radicaal samen. Het is geen technische uitdaging. Het ontbreekt ons aan verbeelding en durf om anders te werken. En dit is het moment om onze verbeeldingskracht echt in te zetten. Iets waar voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade hardgrondig voor pleit. Misschien hebben jullie de zomergastenaflevering met hem wel gezien. Dat is echt een aanrader. We moeten gezamenlijk werken aan gewenste toekomsten. Collectieve verbeeldingen zijn nodig om een radicaal andere inclusieve stad te ontwerpen. De ambitie mag dus echt nog wel een stuk omhoog. We mogen groter dromen. Hoe creëren we een toekomst waarin welbevinden voorop staat, waar het niet meer gaat over bereikbaarheid of toegang, omdat het overal te vinden is? Ook toegankelijkheid voor hen zonder beperking, want beperkingen bestaan niet meer. Ik maak me eigenlijk geen zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse designers. Ze kunnen feitelijk alles op een enorm hoog niveau ontwerpen. De innovatie die we nodig hebben zit veel meer in de manier van werken. We missen namelijk nog veel kansen doordat we allemaal in schijnbaar aparte werelden werken en leven. Gemeentelijke afdelingen weten elkaar niet altijd even goed te vinden. Zo werkt de een aan sportprogramma's, de ander aan speel- en beweegplekken, terwijl weer een ander wegen inricht die contraproductief zijn voor het werk van de eerste twee. Plekken worden niet bereikt bijvoorbeeld en gezond gedrag wordt tegengegaan. Deze sectorale werkwijze werkt innovatie tegen. Problemen zijn zo alleen op te lossen door aanpassingen te doen, door pleisters te plakken binnen het eigen domein. Terwijl door echt samen te werken nieuwe ideeën en nieuwe vormen kunnen krijgen. En dat maakt het werk ook nog eens veel leuker. Nu ga ik wat delen. Zo hebben we de gemeente Groningen geholpen met hun beweegvisie.
kunnen jullie een plaatje van zien. Het interessante was namelijk dat de uitvraag kwam vanuit de afdeling Sport en Cultuur. Zij hadden moeite om de kennis over bewegen over te brengen aan hun ontwerpers. We hebben dus veel aandacht besteed aan het proces, zodat iedereen dezelfde taal sprak en zo beter ervaringen en inzichten kon delen. Uiteindelijk is hier een tool uitgekomen die jullie hier zien, die sporten, bewegen, spelen en ontmoeten aan elkaar koppelt, zodat beslissingen integraler en beter doordacht konden worden genomen. Je kan op die manier veel interessanter naar dit soort plekken kijken, wat je daarmee kan doen, de effecten van ingreep. Maar in steeds meer beleidsplannen wordt het belang van inclusieve en actieve buitenruimte onderkend, dus ook in sportvisies en dergelijke. Dat betekent een enorme kans voor mensen die doelgroepen goed kennen en redenen dus waarom mensen al dan niet in beweging komen, om zich te gaan bemoeien met het ruimtelijk domein. Dat zou vandaag echt mijn advies zijn aan mensen die inhoudelijk met sport en beweging bezig zijn. Bemoei je meer met het ontwerpproces. Naast het proces dat ik al noemde, is goede data dan ook essentieel. Het is de taal van de ruimtelijk ontwerper, maar meestal niet die van de afdeling sport. Het is dus belangrijk dat je samen dat kaartmateriaal gaat maken. Bijvoorbeeld op het thema toegankelijkheid. Er is steeds meer aandacht voor de zogenaamde 15-minuten stad, waarin eigenlijk de belangrijkste plekken voor iedereen binnen 15 minuten bereikbaar zouden moeten zijn. We kunnen wel plekken maken, maar je moet er ook nog weten te komen. Helaas worden bijvoorbeeld mensen in een rolstoel vaak vergeten in die data. Dus het lijkt me zaak om die datamodellen zo snel mogelijk te gaan verfijnen. En wellicht is dat iets wat gemeentes gezamenlijk zouden kunnen oppakken om dat model te maken, in plaats van dat iedereen apart dat wiel opnieuw probeert uit te vinden. Soms hebben we wat opschudding nodig om tot nieuwe werkwijzen te komen. Op sommige plekken in Nederland zorgt de coronacrisis al voor integralere manieren van werken. In het multidisciplinaire werken moet ook het betrekken van verschillende doelgroepen ingebed zijn. Niet vanuit het idee van participatie omdat het fair is, maar door co-creatie, omdat het resultaat er gewoon beter door wordt. Wanneer het gaat over inclusieve publieke ruimte, is dat helemaal belangrijk. Want we vergeten vaak, is het belang van geestelijke gezondheid. Vandaar dat wij ook de Body and Mind Gym hebben geopend, weer in Groningen. Hierin gingen we met mensen in gesprek voorbij de data om te horen wat er echt toe doet. Het trainen van onze geestelijke weerstand is net zo belangrijk als het trainen van ons lichaam. En onder leiding van een psychoanalist kregen we verrassende inzichten en konden mensen hun frustratie van zichzelf afslaan of die juist omarmen. Om af te ronden, een echte inclusieve stad ontstaat door naar elkaar te luisteren en daar de juiste vormen voor te kiezen. Zo gingen we in Overschie, Rotterdam, op zoek naar de redenen achter de beslissing om wel of niet in beweging te komen. Wat beweegt mensen nu echt? Vandaag is na gisteren het beste moment om de toekomst te veranderen. Nu is er momentum om de wet van de stimulerende achterstand te gebruiken om groot te denken en te dromen en groots te handelen. Het kan als we onszelf toegang geven tot de kracht van de verbeelding. En het kan echt alleen samen. Dank voor de aandacht. Ja, jij ook dank, Jorren. Ik heb nog wel een vraag voor je, want je stelt keurig dat de sport- en speelambtenaar moet gaan bemoeien met die buitenruimte. Maar met wie van de ruimtelijke sector kun je dan als sport- en speelambtenaar het best een kop koffie gaan drinken? Je bedoelt, het is inmiddels wat lastiger, maar je moet gewoon de afdeling die met stadsontwikkeling bezig is binnenlopen. En gewoon de meest enthousiaste die je daar ziet aanspreken. Dat lijkt me het beste. Er is niet één persoon binnen zo'n organisatie. Je moet eigenlijk de meest enthousiaste zien te vinden die openstaat voor nieuwe vormen. En dat kost soms wel wat werk om die te vinden, maar ze zitten in elke organisatie. Ze voelen zich vaak een beetje alleen. Mensen die echt verandering en nieuwe dingen willen doen, die voelen zich vaak wat geïsoleerd. Maar als je maar genoeg zoekt, vind je ze altijd wel. En die heb je nodig om echt vooruitgang te kunnen boeken. En andersom, wat kan die ambtenaar bij de ruimtelijke sector het best gebruiken van de kennis en vaardigheden van de mensen die in de sociale sector werken?
ik denk dat dat heel erg... Kijk, elke designer moet altijd natuurlijk dat participatieproces doen. Daar zijn niet alle ontwerpers heel erg goed in. Het is ook best wel lastig natuurlijk. Want daarvoor moet je echt wel de mensen zien te vinden die jou voor goede input kunnen zorgen. Die zit nou juist in die sociale kant. Jouw vraag was bij wie... Wat was precies je vraag? Sorry. Nou, de eerste vraag heb je beantwoord. Dat ging van wie het beste kunt benaderen. Dat is de meest enthousiaste. De tweede vraag is eigenlijk andersom. Wat heeft een sportspeelambtenaar te bieden voor iemand van de ruimtelijke sector die zijn of haar tekortkomingen kan helpen? Ja, ik zou vooral zeggen dat daar in zit. Dus sowieso in die fase voordat je gaat ontwerpen, dat doet onder elke ontwerper vrij goed. Hoewel ze dat best wel lastig vinden, dat was ik inderdaad aan het vertellen. In zorg dat je de juiste mensen aan tafel krijgt, dat je de nieuwe inzichten erbij bekrijgt. Niet steeds dezelfde bij zo'n participatieavond. Dus ik denk dat je daar al een enorm verschil mee kan krijgen. Maar eigenlijk moet je het hele ontwerp vanaf het begin al samen gaan doen. Maar dat kost ook eventjes wat tijd om dat gewoon anders, echt andere manier van werken. Dat probeerde ik eigenlijk ook in mijn praatje wat over het voetlicht te brengen. Maar ja. Sowieso in het vakje participatie ligt die kans er altijd. Ja, en zeker met de omgevingswet die eraan komt, is dat een vereiste. Ja. Dus daar kunnen we elkaar vinden. Ja, omdat het in het verleden nogal eens ging over, nou geef maar richtlijnen en ik ga wel tekenen. Hopelijk zijn we daar vanaf. Het is een beetje de ouderwetse manier, ja. En ik zie ook steeds meer enthousiasme bij ontwerpers om dat op een andere manier te gaan doen. En er komt ook een generatie aan die sowieso veel minder soort van binnen die domeinen denkt. Dus dat stemt mij wel hoopvol. Dat die nieuwe generatie ontwerpers eraan komt die echt ook echt veel meer verandering voor elkaar wil krijgen door hun eigen werk. Dus... als we ze een beetje helpen, dan denk ik dat wel goed gaat komen. Nou, dankjewel. Van je column hebben we inmiddels, als het goed is, de link in de chat gezet. Dus mensen kunnen hem nog nalezen. En dan ga ik richting afronden met mijn presentatie. Kan die in beeld? Joren gaf al aan dat toegankelijkheid een minimumvereiste is, maar de Belgische collega's hebben dat echt keurig uitgewerkt in beschikbaarheid en bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpelijk, bekend, betaalbaar. Het is niet één vorm van toegankelijkheid en waar we vandaag over hebben gehad is het vooral het verbreden. Dat het niet alleen over de hardware gaat, dat het gaat ook over software, over het activeren van mensen met een beperking in die buitenruimte. Dat het veilig is voor hen om daar te bewegen. En dat ze, net zoals Joren dat aangaf, maar ook in de video's van Stijn en ook in het voordracht van Breda werd gezegd van participatie bij het ontwerp. En dan gaat het niet altijd alleen de oplossing van herkenbare belemmeringen van toegankelijkheid. Dit ziet iedereen wel, dat het niet optimaal is. Maar het gaat soms ook over minder herkenbare belemmeringen van toegankelijkheid. Een regenboogpad wordt niet door mensen met dementie gezien als een zebrapad. En dus die durven daar niet over te steken. Rechts zie je de zwarte tegels en die worden soms door mensen met dementie gezien als gaten en dus daar durven ze niet overheen, dus dat is niet handig aan het begin van een stadhuis. Shared space wordt door diverse groepen mensen moeilijk bevonden, het overprikkelen, er zijn diverse dingen waarbij we van tevoren niet stilstaan dat een beperking zou kunnen zijn in het naar buiten gaan. Soms is de aanpassing heel simpel. In plaats van rood, groen, een andere kleur en dan kunnen we weer, met name mannen, die kunnen dus 1% van de mannen geloof ik, kan er gebruik van maken zonder dat ze het verschil niet zien. Het moet veilig zijn, hè? Dus aan de ene kant veilig in een eigen
stadion, Only Friends Amsterdam, maar het liefst daar waar het kan, ook overal in de openbare ruimte. En het kan ze soms niet gek genoeg zijn, maar het moet wel veilig zijn qua omgeving. Stimulering. We hebben het vandaag al een paar keer gezien bij de gemeente ook, dat er niet alleen de locatie, maar het is vooral ook het aanzetten tot bewegen van bepaalde groepen, mensen verleiden, misschien wel samen, buddy-systemen. En het participatie bij ontwerp. Hè, als we iets ontwerpen, maar het wordt niet gebruikt, dan krijg je de linkerplaatje en het rechterplaatje van een stad die in principe heel goed doet, Toronto. Maar die breekt gewoon een trap af waar een vrijwilliger heel veel werk voor gaat, zodat de ouderen daar naar boven kunnen. Dus dat, het is wel handig om af en toe samen met de doelgroep in gesprek te gaan en samen die ruimte vorm te geven. Met onze premier te quoten, action, action, action. Dat hopen we dat het na vandaag echt gebeurt. Het is niet in de App Store available, dus we moeten zelf aan de slag. Ook al is het niet altijd haalbaar. Soms is het toegankelijkheid een no-go. Maar als we inclusief gaan ontwerpen, continu rekening houden met diversiteit aan mensen, dan krijgen we echt meer mensen in beweging. En we hebben daarvoor een website gecreëerd met voorbeelden, kennis voor verschillende doelgroepen. Wat betreft ook hardware, software en orgware indeling. De link staat erboven, maar die kan iedereen vinden bij ons in de toolomgeving. En het doel van deze website is vooral tips en inspiratie voor het plannen en ontwerpen van een beweegvriendelijke omgeving voor mensen met een beperking of chronische aandoening. En dit volgende hebben we gehad. En wij zijn wel op zoek nog naar kennis. We hebben nu een jaar lang gezocht. We hebben 4 groepen mensen behoorlijk wat kunnen vinden. Er is niet altijd onderzoek nagedaan of wij kunnen het nog niet vinden. Dus als mensen die hier luisteren ideeën hebben voor probleemlocaties of inspirerende voorbeelden of succesvolle interventies, ontwerptips. Nou, laat het ons weten alsjeblieft. Dan kunnen wij daarmee aan de slag. En dan kunnen we ook eventueel nieuwe groepen voorzien. En dan kunnen we met deze kennis ook straks checklisten voor ontwerpers gaan opstellen. Zodanig dat ze als ze met een plein of als ze met een route aan de slag gaan, dat ze meteen weten waar ze aan moeten denken. Mijn e-mailadres staat eronder, dus gooi mij een e-mailbox maar vol. Dan gaan wij ermee aan de slag. En dan hebben we als laatste nog 2 vraagjes voor de Mentimeter. Dus als we die weer willen opstarten. De eerste vraag is, is er nog behoefte aan andere instrumenten of andere informatie dan dat wij nu bieden op deze website? Dus dan laat het ons weten. Ik ben heel benieuwd. We zullen natuurlijk allemaal opstarten, dus dat heeft even, maar we willen het interactief houden. En als je de website nog niet gezien hebt, dan kun je. Wordt er straks nog vermeld in de chat? Ah, staat in de chat. Maar het is aan ons om, om deze boodschap ook te verspreiden richting eventuele afstudeerders die onderzoeken gaan doen naar specifieke groepen
Het was een mooi project in Overijssel met 8 gemeenten, daar de dementievriendelijke omgeving. Daar wordt vaak gekeken naar alleen het gedrag herkennen door de buitenwereld. Maar daar werd in dit geval werd echt aandacht besteed hoe gaan we die buitenwereld inrichten, zodat mensen met dementie nog langer van huis naar het ziekenhuis. Supermarkt kunnen lopen, zodat ze in beweging blijven, dat ze onder de mensen blijven. En even kijken, meer goede voorbeelden. Ja, we hebben er net in een aantal gehad, dus wat speeltuinen betreft, dus die gaan we zeker benoemen. Even kijken, ouders van kids met beperking, graag nog meer mooie praktische voorbeelden. Samenspeelnetwerkrichtlijnen. Ja, heel mooi. Goed, als er mensen nog zijn met ideeën en of je komt onderzoek tegen, laat het ons weten. En dan gaan we door naar de allerlaatste vraag. En het is eigenlijk, welke boodschap neemt u mee? Wat heeft u geleerd tijdens dit webinar? Daar zijn we ook heel benieuwd naar van... en dan mag je ook aangeven voor wat je ervan vond. Ik zie weinig reacties nog, dus... Dan denk ik dat we gaan afronden. We zijn 1 minuut voor tijd, dus dat is mooi op schema. Dan wil ik iedereen graag hartelijk danken voor de aandacht. En ga koffie drinken in je gemeente en zorg dat de buitenruimte meer inclusief gaat worden als het gaat om de doelgroep voor mensen met een beperking of een chronische aandoening. En wij zullen ons ook gaan buigen op een van de vragen die was over andere vormen van inclusiviteit. Dan wens ik u verder een prettige middag. Tot ziens.